Dag beste kijkers, welkom bij deze uitzending van de lokale Omroep Stijn. Bij de gemeente gaat men in de toekomst de burgers tegemoetkomen bij het aanvragen van de documenten, zoals de identiteitskaarten en de paspoorten. Wethouder Fideleers is het item waar ik op afspraak komen uitleggen. Zou het genoeg kunnen zijn in de volgende reportage hiervan. De gemeente Stijn heeft een nieuwe service, of in elk geval het gemeentebestuur in Stijn heeft een nieuwe service. Deze service is genaamd werken of afspraak. Wat betekent dit nu voor de inwoners van Stijn en wat betekent dat voor de gemeente zelf? Deze vraag stel ik aan wethouder Fiddelers. Wethouder, hartelijk welkom. Dank u wel. Natuurlijk, eerste vraag, wat betekent dat, werken op afspraak? Nou, werken op afspraak is een onderdeel van DVC en DVC staat voor Dienstverlening Centraal. En werken op afspraak, de naam zegt het voor een groot gedeelte in. Mensen gaan nu een afspraak maken om geholpen te worden bij de gemeente. En die hulp die die mensen dan krijgen, wat houdt dat in? Is dat bijvoorbeeld in de zorg? Is dat bijvoorbeeld een paspoort? Dat gaat straks breder uitgevoerd worden. Wij maken nu een start met de afdeling publiekzaken, burgerzaken. Wel bekend bij de inwoners van Stijn, daar wat gaat over paspoorten, identiteitskaart, rijbewijzen, uittreksels en dat soort zaken, die worden nu via werken op afspraak, kan men daarvoor terecht. Dat betekent dat mensen dus nu een afspraak kunnen maken, dat kan online, 24 uur per dag. Je kiest dan zelf een dag, een tijdstip dat je zelf het best uitkomt. Daarbij wordt tevens aangegeven als je de afspraak maakt welke bescheiden of documenten nodig hebt om mee te nemen naar het gemeentehuis. Maar kom je dan bij het gemeentehuis op de dag en tijd die je hebt uitgekozen, word je ook meteen geholpen. En betekent dat dus dat ook de openingstijden van het gemeentehuis veranderen? Wij gaan vooralsnog de openingstijden niet veranderen. Dat betekent dat dus gewoon de afspraken gemaakt worden binnen de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Dus dat betekent dus dat de mensen die werken en dergelijke toch nog verlof moeten aanvragen om naar het gemeentehuis te kunnen komen? Of is het zo dat de gemeente zegt van, nou, we gaan nog een dag langer open? Vooralsnog, dat zal ook geëvalueerd moeten worden. Hoe zijn we tot dat werken op afspraak gekomen? Ervaringsgegevens van andere gemeenten. Maar veel belangrijker en interessanter vind ik dat wij een aantal maanden terug bij het verbouwen van de publieksbalies noodgedwongen op afspraak zijn moeten gaan werken, omdat er maar in principe één balie beschikbaar was. En die ervaringen zijn dusdanig positief, niet alleen van de gemeente, maar met name van de inwoners, die het gewoon heel prettig vonden dat van ik kom binnen en ik ben aan de beurt. Die ambtenaar weet waarvoor ik kom, die is voorbereid, die heeft de documenten klaar liggen. En ik heb een bescheiden bij me, dus ik ben snel geholpen. Ja. Mensen die geen internet hebben, dan denk ik aan oudere mensen, ja. Hoe kunnen die dan? Er zijn natuurlijk best een grote groep mensen die niet via niet van internet gebruik maken. En die kunnen wat dat betreft via het centrale telefoonnummer telefonisch een afspraak maken. Mochten mensen dan toch gewoon nog het gemeentehuis inlopen, dat is ook geen punt. Het gemeentehuis blijft wat dat betreft voor de burgers open. Je kunt aan de centrale balie in de hal ook een afspraak maken als je er bent. Alleen, dat betekent natuurlijk niet dat je meteen geholpen wordt. Maar dan kun je wel op die dag zelf, op het moment zelf geholpen worden, of dat ook niet? Dus dat is dan het probleem. Als die dag vol zit qua afspraken, dan kun je dus op het moment dat je in het gemeentehuis bent, kun je niet geholpen worden meteen. Oké. U hebt net gezegd, u heeft geëvalueerd of u hebt een navraag gedaan bij andere gemeentes. Heeft u ook de behoefte bij de inwoners van Stijn, is dat ook kenbaar gemaakt? Of hebt u op een of andere manier daar ook iets van gehoord? Ja, zoals ik al zei, en dat is een maand of twee geleden hebben we de balies verbouwd. En dat heeft best een aantal weken in beslag genomen voordat die weer allemaal operationeel waren. En in die proef, noodgedwongen proef, hebben wij zoveel feedback vanuit de bevolking gekregen die het zo prettig vonden, de manier waarop ze toen geholpen werden.
ja, dat heeft ons aan het nadenken gezet. En in feite lopen we een beetje vooruit, ook met andere afdelingen, met name nu bij publiekzaken, burgerzaken, mm-hmm. om nu in december daar iets mee van start te gaan. Mm-hmm. Betekent wel dat er goed gecommuniceerd gaat worden naar de bevolking toe. Mm-hmm. Via de LOS, maar ook via de website van de gemeente, via de schakel, waarbij dat goed bekend gaan maken wanneer dat werk en afspraak ingaat. Maar mm-hmm. ons voornemen is om dat nog in december vorm te geven. Nu in december? Nu in december. Heeft dat ook een bepaalde testperiode? Dat zeggen van... Nee, alle systemen zijn nu geïmplementeerd en men is die nu aan het uittesten. En in principe kunnen we gewoon van start. Mm-hmm. Heeft dat ook andere consequenties? Bijvoorbeeld, noodafspraken of dergelijke? Afspraken die terstond of ter plekke moeten afgehandeld worden? Nou, we hebben in ieder geval afgesproken dat met het afdelingshoofd in ieder geval wat tijd en ruimte vrijmaakt elke dag. Want er zijn natuurlijk ook mensen die binnenkomen lopen en ja, dat niet geweten hebben of zich daar niet voldoende bewust van zijn geweest. En stel voor, je komt nu in één keer voor een paspoort dat je zegt, ik ga achter 2, 3 dagen of 5 dagen moet ik op reis gaan. Dan zijn er uitzonderingen, maar we willen dat echt tot de uitzonderingen gaan beperken. Ja, oké. Maar ik kan me dat wel voorstellen dat dat bestaat. Sorry. Dat bestaat. Of mensen, het zit natuurlijk ook nog niet voldoende achter de oren bij de mensen dat op die manier gewerkt wordt. Mm-hmm. Mensen zijn nog gewoon om naar het gemeentehuis te komen om een dienst af te nemen. Mm-hmm. En dat heeft ook weer een periode nodig dat men volkomen gewend is aan het feit dat op afspraak gewerkt wordt. Dus die overgangsperiode is mee ingecalculeerd bij de ambtenaren? Ja. Ja, we moeten wat dat betreft als overheid natuurlijk ook flexibel en een stuk dienstbaar blijven aan de burgers. Mm-hmm. Want het niet wil zeggen dat elke burger voor welk document dan ook meteen geholpen gaat worden. Moeten de burgers bij de afspraak maken ook aangeven hoe lang dat zij denken dat die afspraak gaat duren? Nou, in de regel kan de gemeente dat prima inschatten. Er worden dus tijdsblokken aangegeven. Je kiest dus zelf een datum, een dag en een tijdsblok. En als je aanvraagt voor een paspoort, nou, dan staat er een x tijd voor. En dan wordt aangegeven, komt u voor een paspoort en heeft u die en die bescheiden, een pasfoto en dat wat je nodig hebt. Dus de tijd, dat blok, dat is een bepaalde vaste tijd? Dat is een bepaalde vaste tijd, ja, die de mensen van de gemeente hebben ingepland op basis van ervaring. Mm-hmm. Kijk, ik kan me voorstellen dat bij het aanvraag van een vergunning of een aanvraag van een paspoort heel verschillend is. Stel nu, ik heb gezegd van ik heb een kwartier nodig voor het afhalen van een paspoort, ik snoer. En er valt me iets in, dat moet ik ook nog regelen. Kan dat ook terstond? Ja, daar kun je niet terstond voor terecht. Kijk, daarom zei ik ook, het werken van afspraken is met name nu nog gekoppeld aan de afdeling burgerzaken. Het werken op afspraken in het kader van dienstverlening centraal, dat gaat in de loop van volgend jaar willen we dat meer vorm en inhoud geven. Maar dat betekent ook dat ik formulieren en bescheiden natuurlijk digitaal aan de klant moet kunnen aanleveren. Ja, okay. En dan maak je het wel weer een stuk gemakkelijker om van tevoren al bepaalde formulieren in te vullen. En als je dan het complete lijstje meeneemt, mm-hmm. kun je ook binnen een bepaald tijdspad geholpen worden. Maar dat betekent digitaal weer. Dat betekent dat de mensen dus een computer nodig hebben om dat bescheiden te kunnen uitprinten. Als dat niet is, wordt het dan met de post opgestuurd of zo? Dat kan dan gewoon nog fysiek worden opgestuurd, ja. En dat geldt dan ook voor die overgangsperiode? Dat geldt ook voor die overgangsperiode. Okay. Maar vooralsnog is het geënt op de afdeling burgerzaken, niet op andere afdelingen. Mm-hmm. Oké, dankjewel voor dit interview. Ik wens u heel veel succes met de nieuwe service. Ja, beste kijkers, de nieuwe service bij de gemeente zal natuurlijk veranderingen brengen hier in het doen en laten van de toegang naar het gemeentehuis. Maar ook als overgangsperiode en daarna zal het best nog meevallen en goed gaan. Dank voor je aandacht. Tot ziens.